Jawel, Michel. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer, dames en heren, met een gloednieuwe video. We zitten alweer in de laatste dagen van de Ramadan. De laatste dagen van de Ramadan. Ja. En na de Ramadan komt... El Eid. Ja. Hey, hoe gaat het met de Ramadan? Gaat het een beetje goed? Ja? Het gaat goed. Ja, nee. Doe je ook een beetje aan de Ramadan en zo meehelpen en zo? Ja? Hey Bilal, weet je wat we vandaag gaan doen? We gaan vandaag iemand leren kennen. En hij is actief op YouTube. Een jonge gast. Die vindt Bilal helemaal geweldig. Hij komt er zo aan, Bilal. En ik ga jullie nog niet vertellen wie het is. Voordat wij verder gaan, wil ik jullie vragen wat de mensen moeten doen. Dat is... Abonneren. Mensen, ik wil jullie ontzettend bedanken. De 60k hebben we aangetikt. 60k, dames en heren, hebben we aangetikt. Dankzij jullie. Wallah, love naar jullie. En ik zei het je toch, als we gewoon een beetje weer gaan pushen, dan zie je weer alles stijgen en zo. Ik zie de kijkcijfers weer stijgen. Dus ik heb er echt zin in. Inshallah lukt het mij om na de Ramadan door te blijven gaan, ondanks mijn drukte en zo, om jullie geweldige video's te laten beleven, laten zien en te laten genieten. Dus nogmaals, ga abonneren, steun ons en we gaan naar de ton volgers. Ja toch? Of niet? Nee, afblijven. Dus kijk even mee wie onze gast wordt. En met die gast gaan we weer andere gasten gaan we weer blij maken, dames en heren. Met iets geweldigs. Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... positiviteit. Positiviteit. Aarde. Bilal, ik krijg koffie. Negativiteit, oei oei, geen tijd voor, oei oei, in wegen door, oei oei, Brian. Jawel, hier zijn we weer, dames en heren. Ik had jullie al gezegd, wij zijn hier met onze grote vriend Nasser. Ik kan hier ook geen nee tegen zeggen. Nee, hè? Nee. Kijk, dit is toch niet, hij gaat zo meteen een rondje rijden. Hij neemt wat pallets mee en dan komt het helemaal uit. Of niet, Bilal? Of gaan we ze gewoon tillen met de hand? Jij mag kiezen. Met de hand? Ben je een beetje sterk? Maar ik weet niet of jij een echte man bent. Ben je een echte man? Ja. Hey, wat is jouw eerste indruk zo van Bilal? Gewoon eerlijk, hè? Ik zie hem hier binnenlopen, hij is gelijk blij. Hij was lekker rustig in de auto, een beetje erin komen. En nu begint hij los te komen. Nu begint hij gelijk los te komen. Rustig, gasten, je gaat hem kapot maken. Maar ik zag hem hier binnenkomen, gelijk blij. Ja? Ik zag hem al rennen, springen, ik zag hem al dingetjes proberen te maken. Maar waarom wil jij eigenlijk met Bilal een video maken? Want... ik weet niet, ik ken jullie al, zeker, ik zat net te kijken, van 6 jaar. Sowieso, minimaal 6 jaar. Dus dat is echt start. En ik kan zo om jullie lachen. Ja, dankjewel man. Wallah, chemie is er gewoon. Ja, alhamdulillah. Ik geniet echt. Ik ben zo blij dat jij in mijn video komt. Want inshallah, jij bent de toekomst. Inshallah. En dat zeg ik niet zomaar, maar ik ben echt niet de enige die dat zegt. Gewoon jouw manier van vraagstelling. Het is een mohim. Zometeen gaan we allemaal dingen vragen. Sowieso wil ik jullie vragen om even op hem te abonneren. Op zijn YouTube kanaal, op zijn Instagram. Mohim. Alles in beschrijving, eerst check mee. Eerst abonneren en dan mogen jullie verder kijken. Eerst hier, belangrijk, en liken. En wat we vandaag gaan doen, dames en heren. We gaan een aantal influencers... Wat? Wat zeg jij nou, je gek? Nasser en Bilal, die gaan vandaag een aantal influencers gaan ze pakketten bezorgen. En welke pakketten? We zijn hier, jullie zijn van ons gewend dat het via Nagil Alia is. Maar zo heet ze niet... Bilal, alsjeblieft, dat zijn we.
Afrikaanena. En ik Bela, la saibi, Bela, 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 la saibi. We zijn, kom op man, wat meen je dit? Papa. Ja, ik ben je papa niet, vriend. Maar, Nakhil Aliya, zo heet ze niet meer. Ze heet nu Naemi. Nee, Bela, niet doen. Naemi, ze hebben topproducten. Ga alvast op hun website kijken, sowieso link in beschrijving. Maar jullie kennen ze alleen van de dadels en zo. Maar ze bieden nu veel meer aan. Ik werk al jaren met ze en ja, mohim, ik hoef ze niet eens te promoten meer. Het spreekt voor zich. Mohim, wij gaan nu een aantal influencers... Ik weet niet eens meer wat ik wil zeggen. Sorry Nasser. Wij gaan nu even inpakken en zo voor ze. We moeten opschieten zoals altijd van wat jullie van ons gewend zijn. Altijd haast en zo. Maar het is nu aan jou en Bilal. En ik wens jullie samen heel veel succes. Kom Bilal, we gaan snel. Let's go. Bilal, dat zijn voor andere... Ja. Bilal, dat zijn voor bedrijven, als hij weet. Bilal. Hij is wel sterk. Ja. Prime Vlogs. Kijk. Wil je een mondmasker op? Wat dan? Zal ik hem voor je openmaken? Kom. Nee. Oh! Wil je de kleinste doos, de middelste doos of de grootste doos? Je ziet de andere dozen. Maar welke dan? Die kleine daar? Of de middelste of de grote? De grote, hè? Kunnen we deze denk je in elkaar zetten? Jawel, hè? Deze mag je dichtduwen. En die andere ook? Ik ga hem voor je vasthouden. Die ook. En dan denk ik deze twee, hè? Andere kant. Juist. Echte mannen. Hey, je moet zo aan die zijkant. Hier beginnen, hè? Ik zat al over na te denken. Ik moet het gewoon houden op praten, denk ik. Nu gaat deze ook weer dicht. Bilal, kan je mij helpen? Ja, hij weet het nog niet. Ja. Wacht, we gaan hem herstellen, geen zorgen. Het werkt, hè? Juist. En nu afmaken. Om de bovenkant. Deze kant mag je niet doen. Van je netwerk. Wat? Hier, het is gelukt. Is het goed, ja, is het goed is, genoeg? Dit is niet best. Dit is echt niet best. Kijk je wel leuk voor jezelf? Online, ja, nu heeft hij. Ja, genoeg. Ja, genoeg. Zo. Ja. Genoeg. En dan? Nee, wacht. Wacht. Ik weet het niet, Wiede. Nee. Wacht. Je moet er zo in de kop. Zo. En trekken. Juist. Okay. Echte mannen. Nee, niet daar, joh gek. Oké, Wiener, wat gaan we erin doen? Alles. Kijken, Mabrouk dadels. Heb je al bijbaantjes gehad? Ik heb 2 maanden in de callcenter gewerkt. Nee joh, ja, daarom kan je lang mijn werk zo goed praten. Ja, ik weet het niet. Nee, dat was wel grappig werk. Ja? Ik werkte op de coronalijn. Dus dan belden oudere mensen, belden mij. En dan gingen ze me vragen stellen. Van ja, mag ik mijn vaccinatie innemen als ik dit en dit heb? En dan ging ik gewoon met ze praten. En dan, ja joh. Ik denk wel dat ze dachten, wie is deze... Ja, wat eet. Ja, maar hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben nu 17. 17. Je oogt wat jonger. Ja. Nu ja. Vind je dat erg of niet? Nee, eerlijk gezegd, ik vind het niet zo erg. Nee? Maar het is omdat het vooral in mijn voordeel werkt. Ja, je hebt de gunfactor. Juist. Dus nu zoveel mogelijk gebruik ervan maken. En zodat ze uiteindelijk niet meer om me heen kunnen. Ja. Nee, het wordt te lang. Oké, laten we verder inpakken. Yes. Een beetje snel zijn. Mandelen, gedroogde fruit,
Gekozen. Wat vind jij lekker nu? Oh, dit vind ik lekker. Ik vind dit lekker. Amandelen vind ik lekker. Oh ja, die macadamia's, die vind ik zelf minder lekker. Maar, oh, maar deze is echt, deze wordt zoveel verkocht. Deze walnoten zijn gruwelijk. Walnoten zijn ook kapot lekker. En hou je ook gezond. Deze vind ik minder. Nee man, deze zijn kapot lekker. Nee. Echt? Nee, dit heb deze? Ik niet in. Dit is super goed voor je. Gaat er bij mij niet in. Is ja, weet gezond. Ik. Maar ik kan het gewoon niet. Maar oh, pistache. Oh, pistache. Altijd welkom. Voila. Ja. Heb je ze maar al gegeven? Maar cashewnoten is het lekkerst. Cashewnoten vind ik ook lekker. Maar eet je ze gezout of ongezout? Maakt niet uit. Gewoon eten. Dat maakt niet uit. Cashewnoten zijn gruwelijk. Ja? Ja, man. En, maar dadels, welke type dadels vind jij het lekkerst? Ik vind die huiswaard dadels echt lekker. Ja? Ja. Maar de lekkerste zijn die... ja, ik zit al na te denken van zo meteen. Nee, maar het lekkerste vind ik die grote dadels. Ik weet niet hoe ze heten. Ja. Die, hoe heet die? Juist, die Magic dadels. Juist. Wacht. Maar broer, deze zijn ook lekker. Deze zijn lekker. Deze komen wat gedroogder uit. Maar ze zijn echt lekker. En deze... Welke zijn dit? Oh, ze zijn hetzelfde toch? Ja. Oh, je hebt... ken je deze trouwens? Ja, ik zat al te kijken naar deze. Ja. Mijn oma maakt altijd dit soort koekjes met rijen. Ja? En dan van ja, die... Ja, die zijn kapot lekker, hè? En dan met thee? Ja. Nee. Ja, die zijn... Ik drink geen thee. Zeg, wallah. Nee, nee, grapje. Thee gaat er altijd in. Let's go! Go, 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 go! Wauw. Je bent wel echt sterk, hè? Hè? Hoe gaat dit daarin passen? Okay. We hebben alles ingepakt, de auto zit helemaal vol, het is echt overdreven. We gaan dus een aantal personen nu opzoeken, ik weet niet hoeveel er zijn, we hebben in ieder geval genoeg bij ons. Ik weet niet of het redden, we hebben nog ongeveer 2 uurtjes. Dan moeten we echt terug zijn, want hij moet ook nog eten thuis, ik moet eten thuis. Kortom, stress. Maar heerlijkste, ik hou van deze stress. Nasser, wat gaan we nu als eerst doen? Ik zeg je eerlijk, ik begin het kwijt te raken. We zitten hier, we moeten op snelheid bewegen. Dus ik denk dat we langs de eerste gast moeten gaan. Ja, de eerste gast. En die komt uit Den Haag. Is dat gelukt? Heb je hem al gebeld? Ik ga hem nu meteen bellen. Oké, bel hem nu gelijk. We komen er gauw achter. Oké. Deze man, als dat lukt, als die opneemt. Een wereldgozer. Wat ik heb, ik ken hem zelf niet. Maar wat hij doet is gewoon amazing. En hij is niet alleen nationaal, maar internationaal bekend. Dus het is geen grap. Als dit lukt, Nasser is geen grap, Lammeberg. Als dit lukt... Pjuuu! Wa alaikum salam, broeder. Waar zijn we, Brian? We zijn nu bij Pauw Krugerlaan. Wij zijn nu bij Pauw Krugerlaan. Vlakbij Haagse Markt. Zouden we langs je kunnen komen? Perfect. Adres. Helemaal goed, inshallah. Als je mij het adres stuurt, dan komt het helemaal goed. Perfect, barakalofik. Oké, gaan we... Lukt. Echt? Ja. Wallah, let, barakala, beest. Kast. Oké, wacht. Letterlijk beest, ik letterlijk kast. Hey, gaan we de mensen al wat vertellen of gaan we niks zeggen? Zullen we ze alvast een hint geven? Ja, is goed. Maar ik zit te denken, wat voor hint moet ik ze geven? Wat wil je zeggen? Denk maar aan de klimrek.
bij jou op het schoolplein. Aan de klimrek. Daar, ja? Daar moet je aan denken, ja. Ja. Oké. Okay. We gaan nu zijn kant op. Heb je adres al gekregen? Ik ben aan de wacht. Hij is okay. Zo'n locatie. Hij is met een kwartier sowieso ready. Oké, okay, top, dus, top. Mensen, deze man is geen grap. Dus blijf ons volgen. Intussen ga alvast abonneren. Wij rijden daar nu heen. Alleen maar liefde. Arrivederci. Oké, okay, dames en heren. Hij gaat nu even kenbaar maken wie hij blij gaat maken. Echte bijzondere gasten. Ja? Maar ik zeg ook, ik kom niet met gasten die ik niet wil. We zijn hier alleen maar met bijzondere gasten. Dus ik ben hier vandaag met EK. Je ziet het. Ciao. Ik waardeer die mooie woorden, man. Ik waardeer die mooie woorden, man. Je ziet het, man. We zijn in de game. Ja, ik kan er ook niks meer aan toevoegen. Hola, echt tof dat je gewoon tijd vrij maakt. Barklamfiek, man. Dankjewel, man. Ik zeg je eerlijk, hij had me snelle belletje gegeven. Ik was niet eens in de buurt van Den Haag, maar ik dacht even snel, moet wel even Nasser checken toch. Was in no time man, geregeld, man. Hè? Vergeet dat niet. Besef, dit is gewoon niet in scène gezet, is gewoon, dit is het gewoon. maar wat vind je zo bijzonder aan Nasser? Bro, gewoon die positiviteit op die leeftijd al, mashallah, hoe hij zo bezig is. Je weet toch, veel jongens op zijn leeftijd zijn met bullshit bezig, om gewoon grof te zeggen, weet je. En ik kan het alleen maar waarderen, man. Ja. En waarom denk je dat hij jou als een van de eerste heeft genoemd van oké, we moeten hem even blij maken? Ik zou het niet weten, man. Dat kan ik beter aan hem vragen. Misschien de, ik weet niet, ik heb een bepaald soort imago op social media die zeg maar, ja, ik sta hem wel voor iets goeds. Listen, summertime's watch. I'm gonna do this, inshallah. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور الحمد لله. Misschien dat dat het is. Dat ik daarmee geassocieerd wil worden. Ja toch? Ja, dat is een van de zoveel. Ik kan zoveel dingen opnoemen. Ja, als je dit soort woorden hoort vanuit EK, ja, dat zal genieten toch? Ik ben gewoon sprakeloos, hè? Ja, ja, ik, gewoon, ik weet niet wat ik moet zeggen. En dat ben ik niet snel. In de auto. Ja. Nee, kijk, weet je wat voor mij is? Ik vind, zeg maar, als influencer zijnde, ik noem mijzelf nooit influencer. Ik ben pas 2 jaar ook actief op Insta. Twee jaar en een miljoen, hè? Vergeet dat niet. Biller, la sahibi, biller, kom op, sahibi, hallo. Kijk, zulke jongens, wat ik bedoel, ik moet ze onder mijn vleugel gewoon nemen. Dat is hoe ik het zie. Ik moet ze een beetje ook de positiviteit laten zien. Want dat het ook op een normale manier kan. Ja. Snap je? En, maar uiteindelijk, of je het nou wil of niet, je bent uiteindelijk toch influencer. Ja, tuurlijk, want je influenced mensen. Maar ik bedoel maar niet, zeg maar, als in die positie van mensen kijken een beetje op een bepaald soort manier naar influencers. Ik ben gewoon een jongen die hier in Den Haag is opgegroeid, weet je, 2 jaar geleden. Ik was gewoon helemaal niet bezig met social media. Ja. Het maar woord influencer heeft sowieso een hele negatieve lading, toch? Ja, vind je? Tegenwoordig ja. Wel, man. Ik zeg je, ik vind dat wel, man. Bij influencer, als ik het woord influencer hoor, denk ik aan de mensen op Snapchat die heel de dag opgroepen promoten, snap je? Ja. Ik denk meer aan mensen die een beetje alleen het goede laten zien, zeg maar. Een beetje die fake dat content ook. Laten zien, dat is een influencer hoor, weet je. Ja. Maar er zit gewoon een harde grind achter aan wat wij doen. En dat weten die mensen thuis niet, zeg maar. Nee, ik snap het. Ik ga meteen eerlijk met je zijn. Ja, Biel en Nasser hebben dit gedaan. Ja, dus het toch? Kan zijn of je hebt heel weinig in die doos zitten. Of je bent, laat maar bij gezegd, je bent sowieso gezegend. Het gaat om het gebaar, je weet toch? Je weet niet. Het gaat om het gebaar, man. Oké, Biel. Welke kiezen wij? Biel, welke doos? Hij heeft gelijk de moeilijkste. Oké, okay, wacht. Zoals je ziet, zijn ook echt prachtig ingepakt. Kijk eens even. Ik wil dat geweldig. Dankjewel, Bilal. Hoe voelt hij? Zwaar of valt mee? Hola? Ja, hola. Kijk niet goed of... Sowieso. Volgens mij is het goed teken. Ik mag openmaken, broer. Kijk gewoon. Dit zijn die Albert Heijn skills. Ja. Vroeger vakkenvullen, je weet. Ben je van, ja, serieus? Ja, tuurlijk bro. 4-5 jaar een vakkenvuller als vakkenvuller. Nee joh. Ja man. Bij Albert Heijn of zo? Ja, hierachter man. Appie. Ja man. Appie gewerkt. Jumbo gewerkt. Action gewerkt.
En nu, alhamdulillah, 1 miljoen volgers, man. Alhamdulillah. Ja, man, bro. Maar even kijken, man. Zo. Bro, dit zijn dingen. Je kan niet met die tweetjes naar mij komen, bro. Je moet Bilal betalen. Knuffel, man. Dankjewel, man, Bilal. Shukran, man. Kijk, wat hebben we nog hier? Wil je ook eentje? Ik moet eigenlijk eentje van meenemen. Je moet eigenlijk eentje voor hem regelen. Nee, weet je wat echt mooi zou zijn? Mooi voel je niet dinges, maar het lijkt me echt tof om een keer een video te maken met Bilal en met jou. Dat is cool, man. Wallah? Wallah, ik ben in, bro. Oh, ik zeg gelijk. Ja, man. Ik zeg gelijk. Ik ben in, man. Oh, love, man. Ik heb wat moois kunnen doen, toch? Of niet, Bilal, hè? Lekker trainen samen. Maar is dit iets nieuws wat jullie gaan starten? Of, Nee, broer, dit is van Nechel Elia, maar ja, zij heet nu Naimi. Oh, dus ja, ik maak altijd reclame voor hun en zo. En dit is echt iets waar ik gewoon 100% achter sta. Ja, de eigenaar Loma Berk, echt een wereldgast. Isam, toch? Isam, ja. Echt hier een wereld... uit de buurt, man. Ja, klopt, ja. Klopt. En Waldek en zo, toch? Klopt. Bro, ik had dit echt nodig, man. Zeg ik eerlijk, Wallah, is geen grap, man. Vijgen, nootjes. Je weet, dit is mijn ding, man. Powerful. Ja, toch? Alhamdulillah, man. Dit moet je eten, Nasser, als je weer aankomt. Ja, hij zei het vanaf het begin, hè? Dankjewel, jullie. Broeder, dankjewel voor je tijd. Wallah, je straalt zo'n Loma Berk, zo'n rust uit. Dankjewel. En inshallah, wij blijven geconnect. Inshallah. En Nasser, bedankt. Gegevens van hem. Dankjewel, broer. We gaan wat moois maken. Inshallah, man. Barakallahu. Ik wil wel even een knuffel. Hier, hou me vast, hou me vast. Voor sneaky tijd, broer. Inshallah. Ik zeg gelijk. Ik ben jullie erbij. Moskee van Overvecht. En dit is eigenlijk de moskee waar ik altijd wat te vinden ben. Als ik naar de moskee ga, dan is het meestal hier. Yeah. Ook wel eens naar andere moskeeën, maar dit is wel de fijnste plek. En waarom maakt dit voor jou, wat maakt voor jou dit de fijnste plek? Ja, kijk, ondanks dat ik niet iedere week of iedere dag ben, als ik er ben, het geeft me wel echt rust. En ik ben iemand, ik ben redelijk druk. Redelijk druk in mijn hoofd vooral. Ja, ja, ja. En als ik dan hier ben, dan is het eventjes allemaal... Het volume gaat allemaal omlaag. Ja. Dan is het weer helemaal rustig. En dan kan je weer er tegenaan. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met bidden? Het is heel, hoe zeg je dat? Heel wisselvallig hoor. Ik moet zeggen, ik bid nog steeds niet iedere dag op tijd. Verre van. Maar ik doe mijn best. Ja. En hoe oud was ik? Ja, het is echt in periodes, denk ik. Dus 10 en dan ga je 3 maanden hou je het vol en dan stopt het. Ja, ja. En dan 11 jaar, 12 jaar. Dus maar heb je durf niet geen idee leeftijd van... te zeggen. Ja. Maar ik durf wel met zekerheid te zeggen dat het nu wel alhamdulillah goed gaat. Alhamdulillah. En heb je niet het idee van oké, nu zal ik standvastig blijven? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Kijk, ik zit hier achterin. Bilal en Brian zitten voorin. Bilal! Ja. Hoe bevalt de reis, Bilal? Vind je het een beetje leuk? Ja, Bilal is aan het wachten, want waar gaat hij straks naartoe? Khadija. Khadija is toch straks? We gaan nu, dames en heren, naar Boer Eyoub. Het is een beetje krap allemaal. Het is nu, even kijken. Het is nu 5 over 5. En we moeten ook nog een moment gaan pakken om te eten straks. Dus het wordt wat, we moeten nog langs een aantal mensen. Maar dat komt zeker goed, inshallah. Jullie gaan het zien. Jawel, ga niet weg. Jawel, jawel, jawel. Ja, filah diyanna. Ja, toch? Zwak, Allah, Alik. Laatstuk. Ja, hij heeft jou gelijk opgenoemd, bro. Ja, dat is gelijk. Ja, man. Hij heeft ook gelijk bericht, hè. Hij was gelijk in. Ja, we hebben tot nu toe wel gasten die wel snel zijn. Tempo. Maar waarom lukt het hem zo makkelijk, denk jij? Waarom reageer je? Ik weet het niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb wel veel bewondering voor hem. Waarom? Om op zo'n jonge leeftijd zo intelligent te zijn is lijp, man. Makkelijk. Vind ik. Ja. Voor die ga ik je knuffel geven. Ja. Alsjeblieft, man. En, maar kan je ook dan specifiek los van zijn intelligentie opnoemen wat hem zo speciaal maakt? Ja, bro, ik vind, hij heeft ook een bepaald soort charisma. Hij doet gewoon goed. Hij is gewoon een slimme jongen.
Nou, meer veren ga ik niet in zijn reet stoppen, anders vliegt hij zo weg. daar staat je op de wacht, ja. Ja. Nee, maar ja, hij noemde jou. Hij zegt, ja, we moeten Eyob sowieso verrassen. Ja, okay. Met, en ik weet, jij houdt van die dingetjes en zo. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd welke dingetjes. Let's go. Bilal. Kom, Bilal. Jij moet uitkiezen. Bilal, echt. Sportief eruit. Ja, hè? Echt waar. Ja. Hij matcht gewoon. Kom eens hier. Zo, broer, hij kiest voor jou, maar je weet niet wat erin zit. Oké. Okay. Het kan een lege doos zijn, maar het kan ook een volle doos zijn. Twakelen. Nee, hij is aardig vol. Maar wat kan er steen in zitten? Ja, maak hem maar open, bro. Oh, moet ik het gelijk opmaken? Natuurlijk, man. Waar jij wil leggen op de grond of. Een cadeautje maak je thuis open, toch? De mes erin, maar. Nee, we zitten in de stad. Gaat het lastiger hier. Kijk eens, bismillah. Dit is mijn tweede olijfolie die ik van hun krijg. Wallah. Oh, maar deze komt uit Greece. Ja. Griekenland. Ja, die is goede olijfolie. In Marokko. Wij denken altijd dat alleen Marokko een goede olijfolie heeft. Ja, helemaal niet. Italië heeft ook wel goede, hoor. Ja. Zeker. Kijk, dit zijn mijn favoriete dadels, toevallig. Dit zijn die droge, hè? Ja, die vind ik lekker. Ik zei het net ook tegen Nasser. Ik vind die echt lekker. Wallah. Bijvoorbeeld deze eet ik niet. Ja. En hoe noemen jullie dit? Zbib. Ja, wij ook nog. Hey, is die lief? Ja? Heeft hij een goede doos uitgekozen? Ja, mag ik. Heeft hij een goede uitgekozen? Ja. Ik was ondertussen alvast aan het bellen met de volgende gast. Het is niet normaal wat je allemaal aan het doen bent. We moeten op snelheid zijn vandaag. Huh? Ja, toch? Even kijken. Bistash. Elfillah. Jazeker. Bissaha. Laat ik sacha namens. Deze vind ik ook wel heel lekker. Die blij is natuurlijk. Even checken. Onze Nasser. Kijk, deze vind ik ook niet zo. Niet zo? Ik vind deze het lekkerste. Bro, ja, klopt. Maar die Sukari zijn ook echt goed. Ja, maar ik hou echt van die droge, man. Ik vind die sappige. Ja, ik weet, eigenlijk hou jij dus ook van die Algerijnse olijven. Dadels. Algerijnse of Tunesisch? Maarten, hij komt droog. Hoe is het? Hey, jongens. Super bedankt, Eyob. Ja, ik wil wel een knuffel van je, bro. Tuurlijk, man, nee. Love. Ja, jullie ook bedankt, ouwe. Rustig aan. Echte liefde. En hoe? Geef me maar. Ja. Oh. Jalla. Mensen, we gaan naar de volgende. We zijn in Amsterdam. Love naar jullie. Wat heb je tankpas of zo? Snelheid. Je rijdt zo naar iedereen door heel Nederland. Ja, broer, maar dat komt door hem. Alles voor de ik zeg tegen hem, zoek mensen in de buurt. Hij zegt, nee, deze persoon moet ja, ik. Wallah, ik wist niet eens waar we euro heen moesten. Ik heb alles gezocht. In... Er is geen naam aan vakantie, maar ook. Mag gewoon een factuurtje sturen, komt goed. Hoe lang ben je nu bezig actief op social media? Ik ben al wel eventjes bezig, of ik ben al wel eventjes actief. Maar YouTube neem ik nu echt ongeveer... Ja, ik was het gisteren aan het checken. Mijn eerste upload was 8 maanden geleden. 8 maanden geleden? Ja. Daarvoor heb ik wel al actief geüpload op TikTok en Instagram. Ja. Maar YouTube, en dat is waar het uiteindelijk voor mij om draait, 8 maanden geleden. Dus je bent eigenlijk gewoon echt een YouTuber? Ja, ik zie mezelf wel als YouTuber. Ja. En is het altijd jouw droom geweest om iets met social media te doen? Ja, ik had het er laatst nog over. Toen ik 10 jaar was, ik zat op school en had ik stiekem mijn telefoon meegenomen naar school. En dan ging ik filmen. En dan dropte ik dat alsof het een vlog was. Ja. Ik pakte 30 views. Ik was abnormaal blij. Ik ging gewoon van dat soort video's. En ik heb later, op latere leeftijd. Dus misschien op dat moment ben ik misschien 9 jaar. Had ik een iPhone 4. En daarom ging ik dan naar school stiekem. En op latere leeftijd, misschien 10, 11 jaar, ging ik gamen. Gamede ik veel. En dan deed ik dat livestream op YouTube. PlayStation heeft een hele makkelijke optie waarop dat kan. Ja. En dan ging ik dat gewoon doen. En, maar zijn er YouTubers geweest of zo naar wie je opkeek waarvan je dacht, oké, dat wil ik ook? Of is dat gewoon echt uit jezelf omdat je dan... Ja, ik weet niet of... Ik durf geen specifieke namen te benoemen. Maar er zijn wel YouTubers waar ik veel naar keek, op dat moment. Ja. Wie zijn de YouTubers die jij een beetje volgde? Op dit moment? Of toen? Naar toen. Toen Enzo Knol. Iedere dag. Echt begonnen met Enzo Knol? Vrij kort daarna dacht je van, oké, dit wil ik ook. Ja. Want je deed op zich volgens mij aardig op school. Ja. Heel veel mensen zeggen, laat maar werken, het is een intelligente jongen, Nasser. Vind jij jezelf intelligent? Zie jij jezelf zo?
Ja, vind ik lastig om te zeggen. Waarom? Ik zou dat niet van mezelf zeggen. En waarom niet? Omdat ik denk dat het er bij iedereen in zit. Maar ik denk dat er een trigger moet zijn dat dat naar buiten laat komen. Ja. En bij mij is die trigger is mijn moeder geweest. Mijn moeder heeft me altijd heel makkelijk gemaakt. Zelfs voor mijn vader. Maar mijn moeder die las altijd boeken. Heel veel boeken. Nog altijd. En jouw moeder die las gewoon boeken. En wat voor soort boeken waren dat? Dat zijn van die van de persoonlijke ontwikkelingsboeken. Dat is een Reset Board, 48 Power of Laws of Power. Dat soort boeken. Dus echt empowerment boeken. En op een gegeven moment, ja, dan vertelt ze mij de belangrijkste verhalen uit het boek. Op dat moment denk je, ja, laat ik maar gaan. En dan later kwam ik op Clubhouse. En toen hoorde ik precies die verhalen. Dus dacht, op een gegeven moment kwam jouw Clubhouse. Ja. En dan ging je gewoon een room in. Met wie waren dat dan allemaal? Dat verschilde heel erg. Ik kwam daar op omdat ik was heel erg bezig met crypto. Met crypto? Ja. Hoe oud was je? 14. 14 jaar en crypto boeide jou. Ja, maar is dat het middel crypto of is dat het geld wat je ermee kon verdienen? Het was een combinatie ervan. Want ik weet nog dat ik een livestream aan het checken was. En daarin zei Crypto Stasher, ik heb hem ook in mijn podcast gehad. Vertelde hij over de blockchain. Dus het systeem achter crypto. En ik schrok zo erg daarvan. Ik vond dat zo vet en zo interessant. Dat ik daarop verder ben gaan kijken. En op een gegeven moment kwam ik op Clubhouse. Zeiden mensen tegen mij van, Clubhouse is waar je moet zijn. En je had daar normaal een uitnodiging voor nodig. Ik kwam daar op zonder uitnodiging. Ik had wel een uitnodiging ontvangen, maar ik wist dat helemaal niet. Van een vrouw, ik ken heel die vrouw niet. Maar heel veel vrienden van mij, die kwamen er niet op, omdat zij die uitnodiging niet kreeg. En ik, subhanallah. Jij kreeg hem gewoon. En ik wist niet eens dat ik hem kreeg. Echt heel raar, dat verhaal kan ik nog steeds in plaats. En ineens zit jij in een room, ja, met allemaal mensen, waarin jij dus ook informatie deelde of luisterde je gewoon? Ja, ik praat gewoon mee altijd. Ik ben iemand, ik ben niet in een mondje gevallen. Maar dat waren gewoon allemaal volwassen mensen? Ja, ja. Dus dat was ook de reden dat ik daar heel erg opviel. En toen? Ja, dat is echt nog, ik vind dat nog steeds het raarste wat me ooit is overkomen. Clubhouse. Ik weet nog dat ik daar voor het eerst kwam in een voetbalroom. En dat was van FC Afkikken. En Nieuw Petersen was de host. En hij zei, en ik kwam omhoog. En we hadden het over de carrière van Moa Yataren. En op het moment dat we het daarover hadden, het ging over dat hij was toen net voor het eerst uit de selectie gezet. Bij PSV. Ja. En het ging over mentale gezondheid vooral. Toen ging ik erop in. Ik zeg van, ja, zij zaten allemaal wel in het voetbalwereldje. Dus ik ging vragen stellen. Van, ja, hoe zit dat? Hoe wordt dat opgevangen binnen PSV? En zijn er mensen voor bij wie je terecht kan als je problemen hebt bij PSV? Zowel fysiek als mentaal. Kijk, fysiek spreekt dat voor zich. Maar mentaal is dat er wel. En van daaruit ben ik eigenlijk verder gaan groeien. Met meer mensen in gesprek gaan. En iemand die mij daarin heel erg heeft geholpen is Kerry El Duim. En die heeft jou een beetje gesteund om... Ja, want je moest je handje opsteken en dan kon je naar boven, dan kon je meepraten. Niet iedereen kon dat. En Kerim die was altijd boven. En hij zei altijd van, Nasser, die moet je naar boven halen. En dat is ook eigenlijk een stukje gunfactor. Zwaar. Maar ook eigenlijk ook een vorm van intelligentie in de zin van als jij... ja, het is toch bijzonder dat zo'n jongen met grote mannen, zeg maar... over ja, een interessant onderwerp aan het spreken zijn. En jij komt gewoon tussen. Ja, ik zag het op dat moment niet zo. Ik zag het gewoon als... Ik vond het gewoon heel leuk. Ik was gewoon mee aan het praten. Ja, ja, tegen ja. Mijn ding. Ja. En het was toen de tijd corona. Dus ik was gewoon de hele dag daar. Online les. Mute. We gaan op Clubhouse verder praten. Hoe ging het op school eigenlijk? Alhamdulillah. Ik heb nooit... Kijk, ik ben niet de makkelijkste. Nee? Ik altijd, nee, ik ben veruit de man. Of veruit niet makkelijk. Maar geef eens even een paar voorbeelden. Hoe ging dat dan? Ja, ik ga gewoon altijd in discussie. Dat is mijn probleem. Ik kan nooit iets met rust laten. Als er iets gebeurt waar ik het niet mee eens ben, ga ik mezelf erover uitspreken. Ik hou er niet van als dingen niet kloppen. Want het was een soort, ik zag het soort van als ik vecht tegen iemand met macht. En dat kickte mij. Dat gaf me een kick. Van, ik weet dat ik gelijk heb,
En dat maakt me ook wel heel boos, heel vaak hoor. Ik weet dat ik gelijk heb. En toch willen ze me het gelijk niet geven. Ik heb daarin heel veel rare momenten meegemaakt. Maar geef eens, neem ons mee in een moment wat je goed kan herinneren. Er was een docent uitgescholden in de trappen. En daarvan waren de camerabeelden bekeken. En toen werd ik uit het lokaal gehaald. Ja, Nasser, jij weet denk ik al waar dit over gaat. En toevallig, een dag daarvoor, was er een invaldocent gekomen. En die werd was nogal chaos in de klas. Dus ik dacht, het gaat daarover. Dus ik zeg, ja, ik denk het wel. Ze zegt tegen mij, ja, oké, mevrouw, ik ga haar naam niet zeggen, maar zij heeft jou gezien en je hebt haar uitgescholden. Ik zeg, volgens mij heet die docent niet zo. Want ik was er echt van overtuigd dat het ging over de invaldocent. Ja. En toen ging ze mij meer uitleg geven. En ik ging op een gegeven moment gewoon twijfelen aan mezelf. Ik denk, was ik dit nou? Was ik dit nou wel? Want je had het misschien wel kunnen... Nee, ik wist zeker dat ik het niet had gedaan. Ja. Ik zou zoiets ook niet doen. Maar zou een Nasser dat gedaan kunnen hebben? Nee, niet zomaar. Ja. Sowieso schelden nooit. Ik ga altijd wel met argumenten in discussie. En dat is wat heel veel docenten irriteerde. Daar konden ze moeilijk wat op zeggen. Omdat het wel klopte wat ik zei. Ja. Maar op een gegeven moment om dat verhaal af te maken... ik was in shock. Ik denk, dit gaat over mij, maar het gaat niet over mij. Dus toen zei ik van, nee, dat ben ik niet. Ze zegt van mij, jawel, dat ben jij wel. Als wij erachter komen dat jij het wel bent, we gaan nog een keer de camerabeelden kijken. Als wij erachter komen dat jij het bent, heb je een groot probleem. Dus ik denk, heb ik dit nou gedaan? Kan ik me niet meer herinneren? Of wat is dit? En ik was gewoon echt aan het twijfelen. En toen wat bleek, camerabeelden zijn verkeerd bekeken. En dat soort momenten, die maken mij heel erg boos. Maar wat zeg jij? Iemand, ja, ik ga er gewoon hard op in. Ik zeg dan gewoon, zo'n fout kan je toch niet maken? Je haalt mij uit mijn lestijd. Ik ben zeg maar aan het leren. En jij haalt mij eruit, omdat jij de camerabeelden niet goed hebt gecheckt. En jij beschuldigt mij van iets wat ik niet heb gedaan. Maar kik je daar ook van op? Of kikte je daar ook van op? Ja, ik was wel blij dat ik dan hoe zeg je dat? Een pijnpunt bij zat gevonden. Van, kijk, het klopt wat ik zeg. Want ik irriteerde me gewoon heel erg aan de machtspositie van docenten. Dat werd heel vaak in mijn tegendeel. Dat heeft heel vaak in mijn tegendeel gewerkt. En dat irriteerde me heel erg. Ja. Terwijl ik wist wat ik in me had, maar zij zagen het niet. En ik weet nog een keertje, dat zat ik in het Nederlands. En dit is zo'n verhaal die eigenlijk iedereen die... Vooral artiesten vertellen dit altijd. Maar dit heb ik oprecht meegemaakt. Ik zat in de klas in Nederlands. En mevrouw Luibers, haar naam ga ik wel noemen. Ze hebben een schandpaal. Zij zei tegen mij van... Ik was best wel vervelend. Ik was een beetje rumoerig. Ik kwam naar de pauze, een beetje druk. En ze zegt tegen mij... Nasser, je moet eruit. Ik kon het niet accepteren. Want ik wist, heel de klas is rumoerig. Ja, pikt mij eruit, omdat ik opval. Ik zag er toen al jonger uit. Mijn stem valt op. Dus... Makkelijkste doel, ja, ben ja, ik. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij van... Ik zeg, waarom? Ze zegt tegen mij, ja, want als je zo doorgaat, dan ga je niks bereiken in je leven. En later kwam ik op een verhaal van Steve Harvey. Ik weet niet of je hem kent. Ja, Steve Harvey natuurlijk. Hij zegt, hij heeft iets soortgelijks meegemaakt. En dat was een vrouw, ja, een docent die zei tegen hem van... Jij gaat nooit op de tv komen, want jij bent zwart. Jij komt niet op de tv. En wat deed hij? Hij stuurt haar nu ieder jaar met kerst de tv op. Zodat ze op die tv kan kijken hoe hij op tv is. En dat heeft mij gedreven. Ik wil dat ook. Jou ik wil dat ook. Ik wil ook dat ik die, weet ik veel, 2 ton abonnees heb op YouTube. En dat ik dan naar haar een tv opstuur. Ga maar kijken op jouw tv hoe ik daar sta. Haar doel is dan waarschijnlijk bereikt. Als zij jou weet te triggeren. Ja, zeker. Dan, ik zeg ook niet dat het de juiste gedachtegang is. Yeah. Maar dat is wel hoe het in mijn hoofd omgaat. Yeah. Het drijft mij heel erg. Yeah. Ik kan er heel erg van genieten om iemands ongelijk te bewijzen. Yeah. Op het moment dat ik weet dat diegene ongelijk heeft, maar ik kan het op dat moment nog niet bewijzen. Yeah. Onze volgende persoon. We zijn aan het wachten, het is bijna etenstijd. En wat zei die? Waar is die? Mijn buik is aan het rommelen. Ja? Hij is er bijna. Hij weet nu in ieder geval waar we staan. Dat is belangrijk. Okay, dat is goed teken. Maar het is, even kijken. Hoe lang nog? 18, 14 scherp. Wait. 18, 14. Snelheid. Ja, het is 15:15 en we eten over een uur. Over een uur eten wij al.
En we zitten nog in Amsterdam en we moeten nog een aantal mensen. Dus we gaan het gewoon niet redden vandaag, denk ik. We hebben de dadels van Naomi. Ja. Zo scherp was ik niet. Die hebben we gelukkig nog altijd. Hey, Fiele! Hé! Hey. Hey, wat is dat nou? Kijk, daar is hij. Waar? Met een muts op. Echt? Ja. Met zijn neefjes, denk ik. Assalamu alaikum. Deze jongen krijgt alles van elkaar, man. Alles goed, broer. Wat zijn jullie aan het doen, man? Ramadan vlog zal het maken. Ja, man. Hey, mensen van de vlog. Amsterdam Noord, toch? Ja, man. Place to be. Noord gestort. Ja, op staat is het wel de place to be, ja. Maar klopt het echt, die Noord gestort? Of is dat gewoon... Nee, ze dus zeggen Noord nooit van gehoord. Oké. Maar het is wel een beetje gestort hier. Ja, joh. Broer. Wij zijn mensen eigenlijk. Kijk, mijn Bilal is aan het toeteren. Hey. Heb je Bilal nog niet gezien dan? Nee, ik denk jullie hebben hem niet meegenomen. Nee, wel man. Huh? Hey, gekke gij. Hey, doe eens open. Zeg salam alaikum. Nog eentje. Jullie kom, we gaan een rondje maken. Zit, kom. Ik heb het koud. Maar Osama, ja, broer. Wij hebben zo'n haast, dat wil jij niet weten. Wij eten over een uur. Ja, inshallah. En we moeten eerst naar Leiden. En van Leiden moeten we weer naar Utrecht. Oké. Okay. En we hebben nog een uur. Oké. Okay. Maar deze jongen... Dat gaan jullie redden, inshallah. Inshallah. Anders hebben wij dadels bij ons. Waar gaan jullie eten? Wij gaan thuis eten gewoon. Even kijken, wat heb je nodig? We hebben eigenlijk niks nodig. We hebben alleen jou nodig, jouw aanwezigheid. Ik ben sowieso aanwezig. Maar ik vind wel, als je hier naar Noord toe komt, vooral hier in mijn straat waar ik ben opgegroeid, dan vind ik wel dat ik iets moet trakteren. Nee, man. Broer. Iets kleins, vanuit mij. Broer. Wij komen naar jou, wij hebben wat voor jou. Hij wilde... Of niet, Bieler? Bieler mag we hebben wat voor hem, toch? Huh? Maar... Hebben jullie wat voor... Ik weet dat jullie wat voor mij hebben. Auto. Maar jullie moeten snel met mij naar de supermarkt en dan gaan we snel wat uit. Gaan we echt... Kom, Masser. Masser wilde jou per se iets geven en per se naar jou toe komen. Oké, okay, dat waardeer ik. En wel toch? Wordt gewaardeerd. Maar waarom krijgt hij Lama Berk elke die gunfactor? Waarom krijgt hij het zo makkelijk voor elkaar? Of tenminste makkelijk? Wat ik denk, hij komt oprecht over. Hij heeft gewoon respect. Hij komt met respect, hij komt netjes naar je toe. Hij benadert je met respect. Dat is belangrijk. Dat is gewoon respect. En dat is voor jou reden zeg maar om gewoon... Ja, snel op hem te reageren. Tuurlijk. Respect. Want hij is echt de hele tijd lovend over jou en hij wilde jou per se... Hoe snel hebben we dit geregeld? Dat is echt al genoeg, toch? Dit is, hoe snel hebben we dat gefixt? Heel snel. We hebben wel nog een paar afspraken die ik moet nakomen vanuit mij. Maar hij ook. Maar toch wordt hij gewaardeerd en heb ik respect voor hem. Want ik weet... Wederzijds. Dankjewel. Met opkomen en alles. Kijk, als mensen ouder zijn, heb je sneller dat als je jonger bent, dat je respect voor ze moet hebben. Maar ik vind dat respect ook wederzijds moet zijn. Voor jong en oud en jong. Dus ja. Dat is de reden, man. En hij is heel intelligent ook, Allah Mabarak. Tabarakallah. Maar meerdere mensen. Ook de mensen die in zijn omgeving heeft. Ja. Dus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ik heb niks om te dus hij wil jou per se hebben. Hij is de hele tijd lovend. We zitten natuurlijk uren met elkaar in de auto. Rijn. Maar hij is echt lovend over jou, Tabarakallah. Dat waardeer ik. Doe eens even normaal, Hassan. Hoe is mee dit? Hey, shop alaikum. Rijn, Hassan. Rijn. Kom, knuffel. Jalla, knuffel. Bilal heeft het ingepakt, maar of je hebt niks, uh-huh, of er zit wat in. En hoe kom ik erachter? Ja, door open te maken, broer. Ga je me helpen of niet? Mag ik hem hier openmaken? Mag ik hem gelijk openmaken? Je mag hem gelijk openmaken, broer. Subhanallah, iedereen gebruikt zijn sleutel. Kijk, wat staat hier, broeder? Osama. Oh, een karmos. Een karmos. Ja. Hey. Vind je een karmos lekker? Vijgen. Ik had het laatst met iemand erover toevallig. Dat ik graag... Kijk, die gedroogde karmos, dat weet ik nog niet. Ik ga het proberen. Maar heb je het wel eens geprobeerd of niet? Wat droog karmos? Ja. Die gedroogde. Ik heb het een keer gegeten. Maar deze ziet er zo mooi uit en goed uit dat ik deze wel ga proberen. Broer, ze zijn dodelijk. En wat hebben we nog meer? Mag ik... Ja, broer, doe je ding. Van wie heb ik deze gekregen? Van jullie gewoon? Van Nasser natuurlijk. Deze combinatie van Bilal gekregen. Van Nasser en Bilal. Oké, okay. En van jou ook. Dan met drie op, broer. Amandelen, aha. Wat is dit? Zet. Pekanoten. Nog nooit gegeten? Dat zijn de lekkerste nootjes die er zijn, denk ik, man. Ja? Ja, man. Ze zijn in ieder geval super gezond.
Wat hebben we nog meer? Wat is dit, man? Kruiden. Kook je wel eens of niet? Je hoort mama blij maken. Dat wel, dat is waar. Ik ga wel binnenkort ga ik wel wat, wat maken. Wat is dit? Curry. Ja, dit is de beste. Subhanallah, elke Marokkaan olijfolie. Deze. Oh, ja, 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 ja. Rozijnen. Goeie. Ja, man. Hier ben ik blij mee. Holla. Dit is broer, dit is gewoon Bilal die dat gewoon pakt en je moet gewoon geluk hebben. Maar wat doe je? Dit wordt gewaardeerd, man. Wat kan ik voor jullie terug doen, man? Wallah, broer. Dei ma'ana. Doe gewoon dua voor ons. Allah yuhur kom, Allah yuhur kom. Amen. 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 Allah yuhur rahmana. Allah yuhur alina. Amen. Dunia of al-akhira, broer. Amen. Wallah, broer. Dat is het mooiste wat je ons kan geven. Dua, broer. Die hebben we allemaal nodig. Waarom vraag ik? Nee, wij allemaal. Wij allemaal. Ik word gewaardeerd aan broeders, man. Ik kijk, er zit nog meer in die doos, maar broer, ik ga het laat als verrassing. Het is oké. Mogen Allah jou alles geven waar goedheid in zit. Allah, en mogen Allah ons alle ver weghouden van de dingen die niet goed voor ons zijn. Je zat in groep 8 en op een gegeven moment krijg je advies. Wat was jouw advies? Ik had gymnasiumadvies. Ik heb ook in mijn eerste jaar gymnasium gedaan. Niet gehaald. En dat verhaal is ook nog altijd, vind ik nog steeds heel raar. Want ik zat op een hele witte school. Ja. Vragen? Ja, ja, ja. Nee. Maar okay. ik heb zoveel vragen in mijn hoofd, maar ga door. Nee, ik zat in het eerste jaar in een hele witte school. Ik was de enige Marokkaan in heel het eerste jaar. En we hadden 1A tot G. Dus dat zijn heel wat klassen. En op een gegeven moment, ik moet echt wennen aan een omgeving. Ik kan niet gelijk het uiterste uit mezelf halen. Dus ik had wat tijd nodig. Daardoor liep ik wat vertraging op. En op een gegeven moment, midden van het jaar, ik stond nog niet waar ik moest staan. Ik had wat onvoldoendes. En dat moesten voldoendes worden, anders zou ik het jaar niet halen. Maar het gekke was, zij kwamen midden van het jaar naar me toe en zeiden van, ja, je moet een nieuwe school gaan zoeken. En ik, hè? We hebben nog zoveel maanden. Ik weet dat ik dit kan fixen. Ja. Dus waarom moet ik nu al een nieuwe school zoeken? Ja, dat zijn helaas onze regels. Bla. En ik moest wel het jaar afmaken. En dan zonder Grieks en Latijn. Dus ik had nog geen Latijn. Voor Grieks stond ik gewoon goed. Dus ik dacht, hè? Wat is dit? En wat blijkt, eind van het jaar. Je mocht 3 onvoldoende staan. Ik sta die 2. Voor wiskunde en voor nog een vak, ik weet niet eens meer welk vak. Aardrijkskunde of zo. En ik sta daar en ik moet gewoon volgend jaar naar een nieuwe school. Terwijl ik zeker weet, als ze mij gewoon hadden gelaten, had ik gewoon het jaar gehaald. Maar alhamdulillah, ik ben wel nog steeds blij met die keuze. Ik ben heel blij dat ik van die school weg ben gegaan. Ja? Ja. Waarom? Het heeft mij laten beseffen dat niet iedereen hetzelfde naar je kijkt. Niet iedereen kijkt naar wie je bent. Ze kijken vaak naar je uiterlijk. Daar ben je van overtuigd? Weet ik zeker, ja. En dat hoeft niet, dat is niet voor een specifiek iemand of zo. Dat gebeurt gewoon. Maar was jij de type leerling die als hij iets eenmaal ging lezen, dat meteen niet hoopt? Ja. Dat was ook de reden dat ik heel slecht was in wiskunde. Wiskunde moet je oefenen. En dan pas gaat het lukken. Ik kon gewoon een boek lezen en dan zat er gewoon in. En dan ging ik een toets maken. En dat was met wiskunde nooit het geval, helaas. Dus ik was echt heel slecht in wiskunde. Ja, ja, ja. Maar was je wel gemotiveerd of was het gewoon van... Nee, ik vind dingen als ik ze niet leuk vind. Of als ik er slecht in ben, vind ik het gelijk niet meer leuk. Dan is het klaar. Als ik het leuk of als ik er goed in ben, vind ik het heel leuk. Ja, en ja, dat ja. is wat, daarom, de enige uitzondering daarop is voetbal. Vind ik heel leuk, maar ik ben zo slecht. Doet me pijn nog steeds. Maar wat ben je naar je gymnasium gaan doen? Of, althans, toen heb ik VWO gedaan. Maar ik was totaal van een patje af gewoon in. Mijn motivatie was helemaal verdwenen. Want ik was in het eerste jaar gewoon geflasht. Zo. En ik zat daar heel erg mee. Op dat moment zat ik daar heel erg mee. Onrecht, weer dat gevoel van onrecht. Precies. En in het tweede jaar deed ik VWO op een andere school. De school waar ik ook mijn HAVO heb afgerond. En ja, ik was er totaal niet mee bezig. Dus ik haal onvoldoende. En ook daar komt weer het verhaal van, ik stond aan het eind van het jaar 4 tekorten over
Dus 4 onvoldoendes over 3 vakken. En je mocht die 3 staan over 2 vakken. Dus ik in het laatste toetsweek moest ik alleen nog aardrijkskunde herkansen. Ik wilde aardrijkskunde herkansen. Ik wilde nog een opdracht voor aardrijkskunde doen. Ik bericht mijn docent en hij zegt ja, nee, is helaas te laat. En in het derde jaar kom je aan. Derde jaar heb je geen aardrijkskunde. Dus ik ben toen van VWO naar HAVO gegaan. Door aardrijkskunde, terwijl ik in het derde jaar geen aardrijkskunde heb. Over in zo'n raar verhaal. Maar ook dat weer, ik ben heel blij dat ik uiteindelijk HAVO heb afgerond. Want ik had op een gegeven moment zoveel vrije tijd. Ik kon zoveel dingen doen. En dat is ook de reden dat ik dit doe. Je ouders in deze? Wat? Mijn vader die is nog wel daar in de oude garde gewoon. Die is school, moet op en top zijn. En mijn moeder die is daarin wat makkelijker. Die heeft daar gewoon vertrouwen in dat het goed komt. Ze heeft gewoon vertrouwen in jou? Juist, ja. En ik denk mijn dat vader je... daarin tegen... Ja, mijn maar vader denkt ook, waarschijnlijk hoor. Meer van... Hey, die jongen heeft capaciteit om gymnasium te halen. Juist. En hij vond het heel zonde. Echt heel zonde. En waar merkt hij dat aan? Gewoon, het is gewoon directe communicatie van... Het is niet qua gevoel, hij communiceert wel met je van... Ja, zeker. Maar dat is ook het belangrijkste, vind ik. Wat zijn misschien de meest pijnlijke woorden die hij heeft gezegd, wat jou altijd is bijgebleven? Pijnlijke woorden? Ik moet zeggen, ik heb nooit echt... Ik heb geen idee, man. Hij heeft nooit woorden gezegd waarvan jij later echt moest denken, wat jou heeft geraakt of... Ik ben echt diep aan het graven. Maar ik moet zeggen, mijn vader is over het algemeen wel heel positief. Dus ik vind het lastig om niet iets te benoemen. Ik heb ook gewoon oprecht niks in mijn hoofd wat ik zou kunnen benoemen. Ja. Mijn vader die is wel gewoon van, ja, is nu gebeurd, maar we moeten wel weer verder. Ja. Maar heeft je moeder wat gezegd wat jou altijd zelfde, voor haar geldt hetzelfde. Het is nu gebeurd. Jammer, je had misschien beter je best moeten doen. Maar we moeten wel verder. Kijk, ik had oprecht beter mijn best kunnen doen. Ik weet dat het er nog steeds in zit. Maar het is nog altijd onrechtvaardig gegaan. En ik ben niet iemand die in de slachtofferrol gaat. Dat is wat ik zeg. Is mijn ouders zijn van, ja, het is gebeurd. Ga nu verder. Ja. Ik kan er wel mee blijven zitten. Kijk, dat heb ik in het tweede jaar gedaan. En toen ging het alleen maar slecht in. En ik moet zeggen, ik ben ook wel een persoon die... op het moment dat hij heel veel woorden op zich afkrijgt, dat ik dichtklap. Assalamualaikum, Sir Rashid. Tawakkal alaik. Was goed? Hoe gaat ie, broer? Alhamdulillah. Hoe is het met jou? Ja, alhamdulillah. Okay. We zijn zwaar gehaast, deze man. Kost wat ik kost. Ik ben even je spelletje aan het openen, wat je niet herinnert. Ik zat ervan verder, maar het potje een beetje. Maar deze man, hij moest jou per se een cadeautje geven. Alhamdulillah, ja, ik ben benieuwd. Ja, waarom is hij zo gek op jou, denk je? Ik heb geen idee, broer. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sowieso. Ik weet het niet, man. Maar ik ben er blij mee, broer. Dit is een van onze nieuwe... Voilà! Wacht even, Abdullah. Dat is aan de rust, hè. Niet wachten, gelijk. Mag je hem afmaken? Hij heeft hem zelf ingepakt. Dus ja? Of je hebt van alles, of je hebt niks in je doos. Wat niet uit. Ik ga kijken. Bismillah. Oh, mashallah. Zo! Ik ga geen honger krijgen, zeg maar, deze Ramadan. Huh? Mashallah. Mooi, man. Ben je van de dadels? Ik ken heel veel mensen die heel veel houden van dadels en hazelnootjes en cashewnootjes. Mashallah, macadamia nootjes. Maar ben je zelf van de dadels of helemaal niet? Moet je eerlijk zeggen, broer, ik heb het niet heel erg met dadels. Alles wat gezond is voor mij, zeg maar, altijd... alles is lekker. Rashid is bijna dood, ik ben dood. Je verpest, hè? Dan wil je dat die jongen houdt van mij, maar hij maakt me dood.
Ik was op een goede streak. Nee, maar zonder dolle, hij is echt gek op jou. Nee, en, ik ook op hem, broer. Dat is mijn broertje, bro. En ik ben benieuwd, waarom heeft hij zo de gunfactor? Waarom hij bij mij de gunfactor heeft? Broer, dit is eigenlijk letterlijk gewoon, als je naar hem kijkt, broer, wat er in zijn hoofd zit, dit is eigenlijk waarvoor ik heb gevochten al die tijd. Waarom ik al die verlies heb genomen en mezelf zeg maar op televisie op die manier heb gepresenteerd voor deze generatie. Zodat ze zo eruit komen, inshallah. Oprecht, ik heb heel veel vertrouwen in deze jongen. Heel veel, ja. En wat maakt het dat je zoveel vertrouwen hebt in hem? Wat er binnen in zijn kopje zit, broer, en zijn karakter. Ik vind het een heel mooi persoon, zeg maar, Allah. En ik vraag me af, als hij zeg maar zo volwassen en zo wijs is op deze leeftijd, wat gaat er gebeuren later? Ja. Waar gaat hij zich nu nog zeg maar naartoe ontwikkelen? Dat is het eigenlijk met mij, als ik kijk naar hem, zeg maar. Ik heb heel veel respect voor deze jongen. Maar wat ik je zeg, als ik nu al zoveel respect heb, wat gaat er gebeuren straks? Broer, dit zijn... Ja, Allah, ik zeg je wel eerlijk, broer. Woorden van niet zomaar iemand, hè? Dit zijn de jongens waar wij trots op zijn, broer. Ja, Allah. Dit zijn de jongens waar wij trots op zijn. Ik ben 38, 17 was ik niet zo, broer. Nee, ik ook niet, broer. Nee. De kans was groot dat ik in je huis zat, broer. Deze jongens zitten in je studio, zeg maar. Maar alhamdulillah, het is toch weer mooi dat jij dan zo'n invloed op hem hebt. Want hij is echt de hele tijd lovend over jou. Ik hoop het. Maar wat ik je zeg, kijk, dit is de generatie die leert van onze fouten. Ja. Snap je? En de lessen die wij hebben geleerd door de fouten te maken en de klappen te krijgen. Ja. Dit zijn de jongens die ervan leren. Tabarakallah, man. Ja, maar ik ben super trots op deze jongen. Dat is mijn broertje, man. Dit. Mogen Allah je rijkelijk belonen. Mogen Allah ons geven. Alles waar goedheid in zit, inshallah. En je hebt nog de laatste 10 dagen Ramadan. Laten we daar goed gebruik van maken. Inshallah. Doe heel veel dua. Vergeet onze broeders en zusters in Gaza niet. In Sudan. In al die landen waar heel veel honger is. En heel veel problemen. Laten we ook een dua voor hun doen. Vooral deze laatste 10 dagen. Probeer Laylatul Qadr vooral voor dat soort landen. En dat soort mensen in de problemen. Vooral. Toch? Ja, die dua specifiek voor deze mensen. Wallah, dat mooi, man. Allah, dank man. Yalla. Vanuit Amsterdam. Love. Ja, man. Ja, oké. Wat ga je doen? Oh, witte vals. Je hebt nu heb je HAVO, alhamdulillah. Alhamdulillah. En parallel daarnaast is het zo dat je een beetje met YouTube uiteindelijk was begonnen. Ja. En dus je ging starten met een podcast. Juist. Dat idee kwam gewoon zomaar? Althans, ja, het komt erop neer dat dat op Clubhouse is gestart. En het probleem daaraan was dat het heel lang duurde. Het heeft zeker 2 jaar geduurd voordat het uiteindelijk stond. En dat kwam omdat ik heel vaak werd geflipt. Ik werd bij beloftes gedaan die niet werden nagekomen. Ik heb wel toen een pilot geschoten. Die heb ik nooit online gegooid, maar wel twee TikToks uitgehaald. Die plaatste ik, dat ging hard. Toen dacht ik, nee, we kunnen niet meer wachten. We moeten nu wat regelen. Op een gegeven moment kom ik bij Box terecht, Boxcultuurhuis in Utrecht. En ik weet niet eens meer hoe ik daar terecht ben gekomen. En zij zei tegen mij, we kunnen je helpen. Ik kom naar hen toe, concept neergelegd. Ja, je kan morgen afvullen als je wil. Het duurde 2 jaar om uiteindelijk bij jullie te komen en jullie regelen het in 1 dag. Yeah. En ik kende dit wereldje niet. Dus toen ik hoorde dat elke keer maar werd uitgesteld, dacht ik van, dat is gewoon de gang van zaken in dit wereldje. Dus ik had het geaccepteerd en ik had niemand per se om me heen die wist hoe het eraan toe ging. Yeah. Ik kon wel een aantal mensen bellen, maar ik schaamde me daarin gewoon. Ik durfde niet om hulp te vragen. Op een gegeven moment begonnen, eerste aflevering gemaakt. Een maand later, tweede aflevering gemaakt. En uiteindelijk... Maar wacht even, je gaat iets te snel. Wie was jouw eerste gast? Kerim Hashem. Hij staat bekend als Kerim Pep Talks. Ja. En hij was... Wat ik ondertussen nog heb gedaan, tussen Clubhouse en de podcast, is ik deed Instagram Lives. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Daar heb ik Edson Braafheid ontvangen. En daardoor heb ik Jay Francis ontmoet. Tibor Olgis. Dus daar begon het echt. Daar deed ik voor het eerst interviews in het openbaar. Ja. En je voelde al van, hier heb ik talent voor. Ja, ik vond het gewoon leuk. Ik wil niet per se zeggen talent. Maar je kan wel van stellen totdat je daar talent voor in bent. Dat was het. Is mooi om te horen. Kijk, wat zeg maar, tuurlijk is dat mooi om te horen. Wat ik wil zeggen is, kijk, als je voetbalt, je kan goed voetballen,
dan kun je gewoon zeggen, ik kan goed voetballen. Ik ben een goede voetballer. Als jij zegt, ik ben de beste, dat is in een andere categorie. Ja, maar ik vind talent en goed vind ik twee verschillende dingen. Ik vind mezelf zeker goed in wat ik doe. Anders had ik het ook niet gedaan. Wat je net zei is, ik vind dingen alleen leuk als ik er goed in ben. Ja. Als ik er niet goed in ben. Maar omdat je zo bescheiden overkomt. Ja, ik sta daar daadwerkelijk zo in. Ik vind wel dat ik er goed in ben, maar talent, ja, zo wil ik het niet doen. Je vindt niet dat je er echt talentvol in bent? Ja, ik weet het niet. Nooit zo vandaag nog. Ik doe wel gewoon echt mijn best hiervoor. Het is niet dat het vanuit de lucht komt vallen. Ja. Kijk, voor de camera staan, dat vind ik totaal geen moeite. Dat doe ik met alle liefde. Maar de dingen achter de schermen regelen, dat is waar bij mij de problemen liggen. Ja. Achter de schermen dingetjes regelen en... Daar ligt vooral uitdaging. Juist. Maar dat vind ik ook leuk, hoor. Ja, absoluut. Absoluut. Maar wie heb je een beetje allemaal gehad inmiddels? Ik heb... ik wil niemand tekort doen, dus ik moet even goed nadenken. Maar gewoon even namen die bij jou binnen zijn gezonnen. Kame Hashem, dus Kerry Pep Talks, Appa, Youstoep, Boer Eyoub, Katnuf, even denken, Sloegi, Borrelnootjes, Tuzani en Isai, Sufi en Davi, Crypto Stasher, ik mis iemand, Chachi Versace, Randy Wolters, Ilias Ghetto Charbon. Ja, het zijn er 26, dus... Dit seizoen is Kees de Koning. Okay. Appa nog een keer. Ja, waarom Appa nog een keer? Ja, Appa staat bij mij echt, heb ik heel hoog zitten. Ja? Ja, ik kan het heel erg, we kunnen heel veel gesprekken aangaan. En hij is van een andere generatie. En we kunnen elkaar heel erg vinden in onze ervaringen. Waardoor ik heel veel van hem leer. Ja. Hij heeft alle fouten gemaakt die ik niet wil maken. En waardoor hij mij daarvoor kan behoeden. Ja. En ik ben daar heel dankbaar voor. Maar goed, ik zie nu jongeren kijken of kinderen of... maakt niet uit. En die zeggen van, ja, Tuzani, hoe krijg je Tuzani in jou? Het zijn geen... Weet je, het is echt niet makkelijk. Nee, zeker niet. En ik weet er alles van, want ik werk heel veel met bekende gasten. Hoeveel bij kan kijken? Hoe dat ging met Tuzani, dat is nog steeds echt een heel raar verhaal. Isai mag niet missen in dat rijtje. Tuzani en Isai, beide gruwelijk dat ze dit hebben gedaan. En Isai was live op YouTube. Ik heb hem nog steeds niet geïnterviewd, hè? Ik ga je... gaan we regelen. hij had op dat moment 2.500 kijkers. En ik doneert iemand 3 euro. En op het moment dat jij geld geeft aan een streamer, komt dat in beeld met een tekst. En diegene doneert 3 euro en die zegt... je moet een keertje met Tuzani... Of nee, je moet langsgaan bij Jusmin Nasser in de podcast. Ik ken heel die jongen nog steeds... Ik weet nog steeds niet wie daarachter zit. Subhanallah, diegene heeft tot... Ik heb dat 3 euro gedoneerd om dat te zeggen. En Isai zegt tegen Tuzani, ja, ken je hem? Tuzani zegt, nee, ken je? En Isai had me dus al voorbij zien komen op TikTok. En hij is heel vaak getagd onder mijn TikToks. Dus ik had dan iets geplaatst en dan zei iedereen, wanneer komt Isai, wanneer komt Isai? Zijn fanbase is abnormaal. En op een gegeven moment laat Isai het zien. En Isai zegt tegen Tuzani... Ja, zullen we samen langs gaan? Tuzani zegt, ja tuurlijk, waarom niet? Deze jongen is jong, laten we hem supporten. En ik ben live aan het kijken op dat moment, hè. Ik ben gewoon live aan het kijken naar, we zitten over mij hebben. Ik denk, wat is dit? Ja. En op een gegeven moment zegt Tuzani, ja, bericht mij. Ik bericht hem. Woensdag daarna zijn ze langsgekomen, net voor mijn vakantie. Gewoon bam bam. Ja. Daar ben ik ze nog steeds bij. Maar zo dankbaar voor. Hoe zenuwachtig ben je dan? Het gaat te snel om zenuwachtig te zijn. Ik heb geen tijd om zenuwachtig te zijn. Dus je moet gewoon gaan. Smielen. En ik moet zeggen, kijk, tuurlijk voel je wel zenuwen onderweg daarnet. Ja. Maar op het moment dat ik daar zit in die studio en ik ben met ze aan de praat geraakt, dan is het zenuwen helemaal weg. Ze zijn een beetje humble en ze maken je het van. Beide echt topgasten. Ja. Super tof, man. Maar je suis Nasser. Vraag me niet, ik weet het niet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Gewoon zomaar. Heeft dat tijd te maken met toen in Frankrijk, Joshua Sarli en... Oh nee, zeker niet. Zeker niet. Is me wel eens gevraagd. Ja. Maar nee. Het heeft daar niks mee te maken. Nee, totaal niet. Ik weet, ik zag op TikTok, of ik was gewoon aan het nadenken over een nieuwe naam. Ik had een Nasser, maar in plaats van de klinkers had ik een X. En dat was gewoon mijn Instagram voor vrienden en zo. En op een gegeven moment ga je naar de buitenwereld stappen. Toen dacht ik, ik moet een nieuwe naam hebben. Toen zat ik nog te denken, ja, wat moet ik doen?
ik zie op, ja, toen was ik op Instagram een beetje aan het zoeken naar inspiratie. En de een had I am, de ander had this is. Toen dacht ik, wat ga ik doen dan? Dat is je suis. Gewoon onze Frans. Zomaar, ik kan niet eens Frans. Ja, 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 ja. Maar het pakt wel. Het klonk lekker. Toch? Je suis, Nasser. En dat is vaak pas achteraf, hè? Ja, ja, ja. Op dat moment denk je. Ja, ja, ja. Waar wil jij naartoe? Wat is uiteindelijk jouw doel? Maar wat ik nu doe is podcast. En ik weet dat ik dat niet voor altijd zou kunnen doen. Op een gegeven moment raken de gasten op. Je hebt iedereen al een keertje gesproken. Je hebt iedereen al twee keer gesproken. Van een enkel heb je dus al drie keer gesproken. Dus op een gegeven moment moet je door. En ik wil dan ben je nu al over aan het nadenken? Ja, tuurlijk. Kijk, ik ben nog steeds volop bezig met de podcast. Ik ben nu ik zit nu midden in seizoen 2. En dat zorgt er wel voor dat je soms van je doel afblijft. Dat je er even niet mee bezig bent. Maar uiteindelijk is het doel wel docus gaan maken en ander soort video's. Ik wil heel erg een balans creëren tussen informatie, kennis en entertainment. Ik heb nu bijvoorbeeld een aantal vlogs gedropt en een kookvideo. Vind ik geweldig, maar dat is een en al lachen. Daar zit geen kennis in. Yeah, dat is gewoon weg. Is leuk om te kijken. Yeah. En dan 20 minuten en dan is het klaar. Maar je wil wel echt kennis overdragen? Ja, natuurlijk. Anders was ik die podcast niet begonnen. Ja, ouders hebben jou gesupport. Zeker. Maar waar zit het support er dan in? Wat hebben ze dan bijvoorbeeld wat gedaan? Wat ik denk dat het is dat het komt omdat het heel snel is gegaan. Dat van Clubhouse, dat kregen zij niet per se helemaal mee. Want ik weet nog dat ik aan de eettafel zat en FC Afkikker, de eigenaar van FC Afkikker, de oprichter, Neil Petersen, die zat met mij en die zei van, die waren gewoon aan het lachen met elkaar en die zei van, we moeten hem eigenlijk een contract aanbieden. En ik nam dat heel serieus. Ik zag dat als een heel groot compliment. Dus wat deed ik? Ik zat aan de eettafel met mijn moeder alleen. Mijn vader was aan het werk. En ik zeg tegen mijn moeder, mama, dit en dit is er gebeurd. Ze kijkt me aan. En ze heeft nog helemaal niet meegekregen wat Clubhouse is, want Clubhouse was nieuw. Ja, 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 ja. Ze denkt, wat is dit? Wat zegt hij nou? En op een gegeven moment, mijn ouders namen me wel gelijk serieus. En ik kom in contact met appa. Ja, mijn vader die heeft appa ook wel eens op de tv gezien. In een discussie met Sven Kokkelman. Weet ik veel. Ja, ja, ja. Datzelfde voor al die andere gasten die ik daarop ontmoet. Dus dat liep gelijk heel makkelijk. Ik moet zeggen, het is me ook wel makkelijk gemaakt. Mijn start is me echt heel makkelijk gemaakt door Clubhouse. Een camera kopen is niet gratis en alle spullen eromheen. Dat hebben zij gedaan? Ja, onder andere. Maar je zou ook kunnen zeggen, of de meeste ouders hoor ik ook zeggen, ja, maar ga je eens even gewoon werken voor je geld? Tuurlijk, maar dat voor mij zag ik zo een toekomst in dit, dat ik dacht, ik moet nu beginnen. Anders gaat het er nooit van komen. Nu ben ik nog die jongen die van 14 op dat moment en ben ik nog leuk en schattig. Maar er gaat de tijd komen waarin ik dat niet meer ben. En dan moet ik er gewoon staan. Dan helpen je uiterlijke kenmerken niet meer. En ik heb het echt doorgedrukt. En mijn vader die zei eigenlijk vanaf het begin al, ja, heb je geen camera nodig? Heb je geen microfoon nodig? Heb je niet dit nodig? Heb je niet dat nodig? Ik zeg, nee pa, maakt niet uit, komt goed. Maak je geen zorgen. Op een gegeven moment was het toch wel nodig. Het laatste woord is voor de ouders. En jij mag je vader en moeder, je mag iets moois voor ze brengen, dat zij het terug kunnen zien. Oh, waar moet dit beginnen, jongens? Oké, laat me denken. Papa, mama, gaan het laten lukken. Gaat de tijd komen dat alles wat jullie voor mij hebben gedaan, dat we dat terug kunnen geven. En die tijd gaat er inshallah snel komen. Gaat de tijd komen, inshallah. Vind je het moeilijk? Ja. En wat raakt jou dan zo? Ja, ik weet niet. Ik denk het besef dat ze echt veel voor me doen. Het is niet dat ze alleen zeggen van, doe maar je ding. Zij staan er ook echt. Toen ik mijn eerste aflevering, en buiten mijn vader en moeder, ik vergeet dan mijn tantes, hè. Iedereen in de familie is erbij betrokken. Laatst ben ik met mijn tante en mijn oom naar Portugal geweest. Zij zei tegen mij van, ja kom mee, kan je content schieten. Mijn neefje had daar dan een toernooi. Dus het kwam toevallig goed uit. Maar zij zeiden wel van, kom mee, kan je vlog maken. Kom mee, kan je content maken. Dus buiten mijn vader en moeder, die ik echt abnormaal dankbaar ben, zijn geen woorden die je daaraan kan koppelen. Iedereen in de familie is er wel echt mee bezig. Ja, dat is wel. En ik vind het echt bijzonder dat als je nog maar 17 bent,
dat je gewoon echt emotioneel door kan worden door, wat, hoe zeg je dat? Dat je echt gewoon heel goed beseft wat voor rol zij vervullen. Ja, tuurlijk. En dit kan niet anders dan dat jouw familie, jouw ouders dit ook echt raakt. Want ik, als mijn zoon dat zou zeggen, zo voor, ja, dan smelt je. Dus ik wil jou echt oprecht bedanken dat jij je verhaal voor het eerst hier doet. Ja, en ik heb het gevoel dat ik uren met jou door kan praten. Ja, dat is het ook. Het lijkt wat dat betreft lijkt het een podcast. Wallah, ik wil je echt ontzettend bedanken. Ondanks jij veel jonger bent dan dat ik ben, ik kijk echt naar jou op. Je geeft mij weer echt een bonk energie om weer door te gaan. Is echt heel wederzijds. Wallah, dat meen ik oprecht. En jij bent gewoon een type die hier vol door mee moet gaan. Want jij bereikt zoveel mensen. Inshallah, je zal nog meer mensen bereiken en jij bent gewoon echt een voorbeeld van hoe je, wat je moet doen om je doelen te bereiken. Ja, en misschien heb je struggles, wat minder op school, wat dan ook, maar je staat er. Je bewijst het en ik ben jou, ik ben je echt zo dankbaar. Dat is echt heel weet te zijn. Dus alsjeblieft, gewoon doe dit alsjeblieft. Ga hem volgen op Instagram, check dit uit. En op YouTube en support die jongen. En inshallah mogen Allah hem het allerbeste geven. Inshallah mogen zijn ouders beloond worden. In deze dunya en in de volgende. En meer woorden wil ik niet meer aan toevoegen. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. Want ik heb nu iedereen die betrokken is bij alles wat ik doe. Doe ik nu een aantal mensen tekort. Dus zowel al mijn vrienden die altijd daar zijn. Nu staat er toevallig eentje achter de camera. Mijn tantes die altijd daar zijn als ik ergens heen moet. Mijn broer die altijd achter de schermen staat. Die de podcast live regisseert. Box. Ja, iedereen wel. Ja, ik ben bang dat ik iemand weet, mis. Ik weet het. En jou natuurlijk. Erbile. Hey, mensen, wij zien elkaar volgende week vrijdag inshallah weer. En laat even ook in de comment weten wie wij moeten gaan interviewen. Moet ik bij hem in de podcast komen, ja of nee? Laat allemaal in de comment weten. Yalla. Alleen maar liefde, aardige Dertje. Love. Assalamu alaikum. Goed toch? Gruwelijk. Mooi interview. Dankjewel man broer. Jij bedankt. Kom hier. Echt met alle diepte.